In de garage van autobedrijf Mark Stechink in Losser was donderdagochtend een flinke brand. De brandweer was snel ter plaatse. Door de inzet van een drone met infraroodbeelden kon de brandweer vanuit de lucht bepalen waar het vuur zich bevond en of het tussen de muren was gekropen. Met behulp van deze techniek kon het vuur beperkt blijven tot het eerste gedeelte van het pand.